eigenlijk alles gebruiken wat los en vast zit. Ja, ik zat er helemaal doorheen. Ik zat er geestelijk, lichamelijk, spiritueel, financieel, sociaal. Ik was echt helemaal afgebroken. In mij was er al een bepaalde leegte ontstaan, want ik kom uit een heel fijn gezin, ik heb een hele fijne jeugd gehad, maar wat ik heb gemist in mijn leven is, mijn ouders konden nooit communiceren over gevoelens en emoties. Dus in mij was er al een leegte ontstaan en alcohol zorgde ervoor dat ik tijdelijk deze leegte die ik had, die kon ik onderdrukken. Destijds gingen de kroeg om 2 uur dicht. Als ik dan naar huis ging om 2 uur, dan was ik de enige nog die naar de nachtcafetaria moest. Om toch nog 6 blikjes Heineken mee te nemen naar huis. Omdat ik gewoon bang was dat ik tekort zou komen. En ik had echt al genoeg gehad hoor. Drugs, mijn allereerste aanraking met harddrugs is geweest op mijn 18e. Toen ben ik voor het eerst naar een housefeest geweest en het was in de Rijnhal in Arnhem. En omdat ik altijd interesse heb gehad in, ik wil altijd alles proberen, ik ben niet zo groot, maar ik heb wel een grote mond en ik heb een ego, 3 kerktorens hoog destijds. En ik stond altijd haantje de voorste. En ik ben op dat housefeest en ik wil ook gewoon eens weten, hè, wat doet zo'n ecstasy pilletje nou met je? Dus ik vroeg aan de persoon met wie ik was op dat feest, ik zei, kan ik niet een pilletje krijgen, maar... Ja, die persoon gaf mij een half pilletje en ik keek op mijn horloge en na 20 minuten voelde ik nog niks. Ik zeg, doe nog eens wat. En na ik kreeg nog een half pilletje en ik keek op mijn klokje en na 20, 25 minuten, ik voelde nog niks. Ik zeg, doe nog eens een halfje. En inmiddels had ik dus 1,5 pil erin gegooid. Nou ja, toen waren we 3 kwartier of 1 uur verder en toen sloeg het in, jongen. Als een bom sloeg het in. Maar dat gevoel wat ik kreeg van die eerste pil, mijn allereerste aanraking met harddrugs, dat gevoel, dat hele fijne gevoel wat voor mij voelde, echt voelde als thuiskomen, dat gevoel, daar ben ik jarenlang naar op zoek geweest. En ik heb dat gevoel nooit meer kunnen evenaren. Over 13 jaar geleden, plus minus. Exacte datum weet ik niet meer. Ik was getrouwd en ik had 2 winkels en ik had 2 kinderen en ik had een huis en ik stond op de markt ook nog 5 dagen in de week. Maar ik gebruikte. Iedere dag. Ik was iedere dag aan het drinken en ik was iedere dag aan het gebruiken. En op een gegeven moment ging ik ook goedkope middelen gebruiken. GHB was inmiddels op de markt gekomen. Ecstasy was heel goedkoop geworden. Ik gebruikte speed. Ik gebruikte MDMA. En mijn allerbeste vriend, met wie ik alles deelde, dat was mijn dealer. Ik was inmiddels gescheiden. Ik was inmiddels dakloos. Ik woonde een soort van op een bankje in een park bij ons in Westervoort. Ik was alles verloren wat ik had. Mijn huis, mijn huwelijk, mijn kinderen, mijn bedrijven. Ik had helemaal niets meer. Bij mijn moedertje had ik als laatste gewoond. Die had mij ook al de deur gewezen en uitgeschreven. Dus ik was letterlijk dakloos. En kerstavond 2008. Mijn kinderen zitten te wachten aan het kerstdiner. En ik als vader, ik ben nooit... komen opdagen. Ik had niet eens de ballen om te bellen of een sms te sturen dat ik niet zou komen voor het kerstdiner 2008, waar mijn kinderen zaten te wachten op hun vader. Dat heeft zoveel bij mij teweeg gebracht, want op het moment dat ik uit dat gebruik weer kwam en de kerstavond was inmiddels al gepasseerd uiteraard en ik het besef had
wat ik had gedaan. En ik mezelf dat nooit meer zou kunnen vergeven. The gift of desperation. Echt. Ik was zo wanhopig. Ik was alles kwijt. Vooral mezelf. Ik kon niet meer. De koek was op. Dat ik de gift of desperation had, op datzelfde moment iets in mij of van buitenaf zei, a moment of clarity, Peter, misschien moet je nog één keer hulp zoeken. Ik heb die hulp gepakt en aangegeven, niet met twee handen, maar met vier handen. Mijn tweede kans in dit leven. Maandagochtend 2 februari 2009 ging ik voor de vierde en laatste keer naar een afkeerkliniek. Niet voor mijn ouders, niet om mijn huwelijk te redden, niet voor mijn aardige buurman, maar ik ging naar de kliniek puur en alleen voor mezelf een beter leven te geven. Er werd behandeld volgens het 12 stappen Minnesota model. Het 12 stappen Minnesota model staat voor totale abstinentie van alle geestverruimende middelen. Het begint bij stap 1, erkennen dat je een probleem hebt. En als we even verder gaan in het proces, stap 12 betekent dat je de boodschap uitdraagt naar de verslaafde die nog lijdt. Stap 8 van het Minnesota. We maakten een lijst van alle mensen die de wijschade hadden berokkend en werden bereid het met deze mensen weer goed te maken, zonder dat dat hen of anderen zou schaden. Zo ook een vriend van mij, een goede vriend van vroeger, Sander Visser. Ja, Peter, ja, zoals ik al zie, van, hij barstte altijd verschrikkelijk van de energie. En hij was altijd wat te doen met Peter. Het was altijd van, nou kom, we gaan daar naartoe, daar naartoe. Het was nooit eventjes stilzitten thuis. Op een gegeven moment had je gewoon in de gaten dat hij begon met drugs. Hij trok zich weer terug. Het hele gedrag werd anders. Maar hij ging ook brommen stelen op een gegeven moment. De criminaliteit dingen doen. Industrieterreinen ging hij op een gegeven moment panden leeghalen. Je zat op een gegeven moment op het punt van, wat ga ik doen? En ik heb toen besloten om mijn vriendschap te beëindigen met Peter. 5 jaar geleden nam hij op een gegeven moment contact met mij op. En vond ik heel plezierig. En op een gegeven moment nodigde ik me ook uit om naar een meeting te gaan. Mijn beeld van een meeting was echt van, trek hem onder de brug vandaan, geen tanden in de mond en onverzorgd. En die daar in de meeting zitten. Maar mijn beeld is toen tijd wel heel erg veranderd. Want ik zag daar op een gegeven moment hele nette zakenmensen zitten. Maar ik vind gewoon, iemand maakt fouten en iedereen mag fouten maken. En ik vind dat iedereen ook een tweede kans verdient. En ik vind het prachtig om te zien hoe hij dus ook uit zijn verslaving, ik bedoel, hij blijft altijd verslaafd. Dat zegt hij ook, het is een soort gan en dat blijft, die verslaving blijft altijd bij je. Alleen ik vind het prachtig om te zien dat hij dus nu ook andere mensen gaat helpen. En hij geeft ook lezingen, heeft hij ook bij ons in het dorp gedaan, om ook verslaving te herkennen, maar ook te laten zien wat het doet. Dus ook een beeld geven van over de verslaving, een ander beeld geven aan mensen. En dat vind ik ook mooi om te zien dat hij dat ook probeert. Welkom, goed dat je er bent. Ja.
dat is toch de eerste stap, hè? Ja. Hoe voel je je? Ja, wel prima. Ja, ik had het gevoel na 48 uur clean en luchtig te zijn. Ik wil ook heel graag counselor. En ik ben mijn dromen na gaan jagen. En ik heb het geluk gehad om samen met Jim Geduld en Peter van der Vorst het programma Verslaafd te mogen ontwikkelen en de eerste twee seizoenen te maken. En ja, het is toch fantastisch dat ik dat heb mee mogen maken, weet je. Een paar jaar daarvoor liep ik nog dakloos op straat. Hoe mooi kan het zijn? Kunnen jullie allemaal alsjeblieft even heel gauw opdonderen, want ik heb hier helemaal geen zin in nu. Marco, ik wil heel even... Ik heb er geen zin in. Ik wil heel even dat je naar mij luistert. Dat is mooi, ik heb hier geen zin in. Allemaal opgatten. Maar jouw ouders hebben hier ook zin in. Dat is mooi. Ja? Marco, zullen wij even in de keuken even praten? Nee, ik wil jullie allemaal opdonderen. Godverdomme, net wakker. Weet je, Marco? Nee! Wat maak je nou? Godverdomme, hoe gek word je? Sinds 2016 ben ik begonnen met peterterhorst.com. Wij bieden meerdere soorten dienstverlening aan in de particuliere verslavingszorg. Wij doen interventies, wij doen familiecounseling, wij doen herstelcoaching. Dat is 1-op-1 intensieve nazorg en dat doen wij bij de cliënten thuis. Daarnaast kunnen wij met onze praktijk ervoor zorgen dat mensen via een versnelde procedure sneller kunnen worden opgenomen in een detoxfaciliteit of een afkikkerkliniek. Inmiddels ben ik ruim 10 jaar clean en luchter en kan ik zeggen dat ik een band heb met mijn broer waar ik vroeger alleen maar van kon dromen. Het wordt steeds sterker en sterker. Daar ben ik enorm dankbaar voor. Ook ben ik dankbaar voor de relatie die ik heb met mijn partner Karin. De relatie die ik heb met Karin is fantastisch, weet je. Zij is voor mij echt een aanvulling. Zij zorgt ervoor dat ik met beide beentjes op de grond blijf staan. Dat is iets wat ik van tijd tot tijd echt nodig heb. Daar ben ik enorm dankbaar voor. Vandaag de dag ben ik een gezegend man. Mijn leven wordt iedere dag een stukje beter. Ik heb absoluut niet meer de drang om te drinken of drugs te gebruiken. Het monster is gaan liggen. Herstel is mogelijk. Herstel is echt, echt mogelijk. Maar herstel is alleen voor de mensen die het willen. Die het echt, echt willen. Niet voor mensen die het nodig hebben.